Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en we zijn onderweg naar Amsterdam. We hebben daar namelijk einde van de middag een opdracht, maar we dachten we gaan gewoon lekker op tijd. Het is nu 9:50 en we zijn al in Amersfoort, want we gaan even shoppen in Amsterdam. Even kijken voor leuke huisdingetjes en we gaan dus daarna door naar de opdracht. Dus ja, lekker onderweg in de trein. Volgens mij zit ze in de trein. Daar staat diefje en de cameratas mee. Yes. En ik moet nog wat vertellen. Nou, ik moest jullie nog wat vertellen. Ik kreeg gisteren te horen dat ik de aankomende 2 dagen, vandaag en morgen, niet hoef kranten te lopen. En dat ik tot de 19e mag lopen. Want in een week van de 21 gaan we verhuizen. Dus dat betekent eigenlijk dat ik vandaag hoefde ik geen kranten te lopen, maar morgen ook niet. Dus dat betekent dat we zo meteen vanuit Amsterdam, als we die opdracht hebben gedaan, naar Jasmijn gaan. Dat ik bij Jasmijn kan blijven slapen. Omdat ik geen kranten hoef te lopen. Super relaxed. Ja, dat is super chill. Dus ik heb allemaal mijn spullen mee, mijn laptop, alles mee. Was niet gepland, maar heel erg leuk. Eigenlijk een soort van 2-daagse heb ik vrij. Mini-vakantie. Ja, mini-vakantie. We zijn in Amsterdam. Eindelijk, na bijna 6 maanden of zo, misschien wel langer. Langer, ja, wel langer. Zijn we eindelijk weer in Amsterdam. Vroeger kwamen we hier heel erg veel. Maar we gaan weer even lekker shoppen. Wat zijn we aan het doen? Lekker met de tram. Met de tram. De locatie waar we ons fotograferen. Yes, in Amsterdam. Bij het Van Gogh Museum. En het Stedelijk Museum. Nou, Jasmijn is momenteel aan het fotograferen. Maar we zijn weggestuurd omdat we niet mochten fotograferen. De opdrachtgever had het niet goed gezegd. Het niet goed doorgegeven. Maar we zijn dus heel sneaky met de telefoon aan het fotograferen. We hebben buitenshots wel wat dingen gemaakt. Daar gaan we zo meteen nog meer foto's van maken. Maar de binnenshots doen we heel sneaky met een telefoon. Zodat we toch nog iets kunnen leveren aan de opdrachtgever. Hele goeiemorgen. En zoals je ziet zitten we in de studio. Jasmijn en ik zijn een beetje moe. Want gisteren was schijnbaar best wel een heftige dag. Jasmijn had gisteravond toen gewoon heel erg hoofdpijn. Ja. En, dus dat was wat minder. Ja, dus ik was heel vroeg gaan slapen om 9 uur al. Ja. En ik heb nog even een zieke boeg gespeeld. Ik ben heerlijk kuikje voor je gemaakt. En lekker. Ja, hij wil ook graag zijn credits. Ja, dat heb ik even gedaan. We zijn nu in de studio. Nova die gaat momenteel een productshoot fotograferen die we moeten doen. Ja, want dan kan ik vast in tussentijd bewerken. En dan kan zij er vast mee beginnen. Ja, want we hebben wat opdrachten af te maken deze week. Dus dat gaan we nu eventjes doen. En dan gaat Jasmijn zometeen ook fotograferen. Yes.
Jullie zien ons de hele dag al bezig en de stagiair met het fotograferen van deze producten. Wij zijn momenteel eventjes aan het helpen. Er zijn een aantal producten die iets moeilijker zijn. We hebben al wel geretoucheerd en een aantal andere dingetjes gedaan. Andere klanten bewerkt en zitten en dingetjes gedaan. Maar Jasmijn is nu bezig met deze producten aan het fotograferen. En het lukt niet helemaal. Er zitten wat reflecties in die we graag weg willen werken. Deze producten is al even de stagiair allemaal al gedaan. En wij ook, dus gaat helemaal goed. Maar we proberen nu een oplossing te vinden voor deze, want zoals je hier ziet, nog iets te veel reflectie. En dat willen we minder hebben. Dus daar gaan we nu even mee klooien. En deze producten moeten nog allemaal. Een hele goede morgen. Sorry dat Jasmijn zo'n tering herinnerde van maak. Maar Jasmijn is alles aan het inpakken. We hebben dat gisteren gefotografeerd, maar we hebben over een half uurtje begint de fotoshoot. Vrij werkshoot van vandaag. Maar we moesten nog eventjes alles hier opruimen. Dat de fysiologie hier en het haar hier naar deze gaat. Dus we moeten nog even opruimen. Dus Jasmijn nu momenteel aan het doen. En dan gaan we vandaag naar de toffe shoot hebben. En ik heb gevraagd, maar we kunnen filmen. Dus dat wordt heel erg leuk. En we hebben er heel veel zin in. Middag, zoals je ziet hebben wij beeldjesfolie gehaald, want we willen namelijk morgen hier gaan inpakken. Sorry dat het een beetje onscherp wordt, maar we zitten hier al op z'n licht. Het is einde van de middag, het is nu bijna 6 uur, dus vandaar dat het zo donker is. Ja, we hebben al best wel veel gedaan vandaag. Jasmijn heeft heel veel gewerkt. Ja, lekker gereageerd. Het was best wel een lange werkdag vandaag, best wel veel gedaan. Nog een aantal opdrachten mogelijk binnengehaald. Mensen die nog mailtjes moeten sturen. Dat soort dingetjes. Dus het was vooral een drukke dag. Ja. Dat is ook echt een reden waar we eigenlijk vergeten zijn om te vloggen. Ja. Maar daarom zijn we nu hier. En we gaan nu wat dingetjes uitpakken. Okay, we hebben hier een spelletjesdoos die we moeten gaan uitpakken. En morgen dat gaan inpakken. Yeah. Jasmijn en ik gaan momenteel bezig om eventjes de spelletjes uit te zoeken. We hebben hier een hele spellen. Ja, het is het verhuisdoos. Zit helemaal vol met spelletjes. Dus die gaan we nu even uitzoeken. Wat we meenemen, dan weten we dat in ieder geval weer. En dat gaan we dus nu even doen.
Een hele goede morgen en vandaag werken we vanuit huis. Ik heb zelfs een joggingbroek aan en dat is heel ongebruikelijk. Maar we gaan nu vast lekker inpakken met Tom's spulletjes, vast de keuken, dingetjes in de keukendoos doen, et cetera. Dus daar gaan we lekker vandaag mee bezig. Dus lekker voor de verhuizing bezig. Momenteel ga ik even mijn afvalbak uitzoeken, even het oude papier en dergelijke vast wegdoen. Vast in een plastic zak, zodat het allemaal weer netjes gescheiden is. En in de tussentijd even lekker een filmpje kijken. Een hele goede middag. Ik zat even te kijken. Ja, ik zat te kijken. En zoals je ziet, Jasmijn is aan het werk. Ik eigenlijk ook, want er is best wel wat dingetjes gebeurd. We moesten vanmorgen sowieso, heb ik iets verkocht. Want Jasmijn had het cupspel. En iemand, dat zeg maar met dat gooien, dat heb ik denk wel eens op de vlog kunnen zien. Ja, ja. Dat hebben wij als gevlogd inderdaad. Maar die hadden ze wel Jasmijn verkocht. En dan kwam een verkoper en we hebben het voor 15 euro gekocht. En voor hoeveel euro hebben we het verkocht? 15 euro. Lekker, we hebben gratis gewoon een spelletje gedaan. Dus dat is top. Dus die moest ik eventjes nemen als mij naar huis toe om dat even te verkopen. Ja, zodat ik door kon met werken. Dus ja, want het is best wel een drukke dag vandaag. En best wel dingetjes afmaken. Daarnaast was er ook nog wat gezeur over een klant. Dat hebben we inmiddels opgelost. Dus dat is helemaal prima. Dus daar ben ik nu nog eventjes even naar dingen over aan het bespreken. Maar is hem opgelost, dat is netjes. Dus daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En we gaan vanmiddag nog een pan kopen. Oh. De Albert Heijn. Want ik ga de iPad verkopen. Als het goed is, is optie 3 of de derde keer dat ik hem wil verkopen. Iemand komt hem tussen 3 en 4 ophalen hier in de studio. En dan is de iPad ook verkocht. Dus dat is ook weer gedaan. En van dat geld kunnen we een hele mooie pan kopen. Dus dat gaan we zo meteen dan doen. En verder vandaag lekker werken. Nou, de iPad is zojuist verkocht. Het is helemaal gelukt. Ik heb Formule 1 gekeken, laatste kwalificatie van dit jaar. Van het seizoen trouwens. Max Verstappen natuurlijk P1 gekwalificeerd, dus lekker bezig. Jasmijn is, als je het nog steeds aan het editen met de koptelefoon op. Ik ga eventjes de vloerstof zuigen. Want we hebben aankomende maandag een fotoshoot. Maar daarvoor moet ik gewoon even alles hebben gestofzuigd. Want het is weer één grote teringzooi. En dat weet ik natuurlijk niet, want er komen ze volgende week maandag allemaal mensen over de vloer. Maar we hebben ook 2 dingetjes verkocht, zoals ik heb gezegd. En daarvan gaan wij zo meteen pannen kopen. Dus over een half uurtje, als ik klaar ben, Jasmijn, die moet nog genoeg dingen doen. Maar we hebben besloten om lekker op tijd naar huis te gaan, 4 uur. Gaan wij nog even naar de supermarkt om nog eventjes een pan te halen. Nou, we zijn bij het extra hokje in de studio. Niet in onze studio, maar in ons pand. Wij kunnen dit hokje extra reserveren. Dus dat zal ik zo laten zien. Hier heb je een agenda, daar reserveer je gewoon in wanneer je wil. Maar 14 december, dat is, ja, dat kan helaas niet, hè. Ik wou me voor maandag reserveren, maar shit, zijn iemand geboekt, dus dat kan niet. Maar dit is een reserveringsboekje en dan kunnen we deze gewoon lekker reserveren, dat dingetje. Het is natuurlijk heel erg makkelijk voor als we grote groepen mensen, zoals meerdere fysicisten of meerdere hairstylisten of meerdere modellen, dan kunnen we het zeg maar zo een beetje splitsen, zodat het wat meer coronaproof is. Maar ja, dat gaat voor deze keer niet op. Nou, ik heb al een heleboel geëdit en we gaan nu eventjes snel de studio ombouwen en daarna lekker richting huis. Nou, we zijn zojuist nog even naar de Albert Heijn geweest en daar hebben we even nog een hapjesman gehaald met de zegeltjes. En mijn zus en moeder hebben verhuisdozen meegenomen, dus dat is fijn, dan kunnen we rustig gaan inpakken. Hele goedemorgen op deze zondag. Vandaag gaan we lekker inpakken bij mij. Dus we zijn al begonnen. We hebben net even lekker ontbeten. Lekker yoghurtje. Maar vandaag gaan we inpakken. Dus dat komt allemaal in de verhuisvlog. Maar we gaan jullie proberen er buiten ook een beetje nog mee te nemen. Met de overige dingen die we vandaag gaan doen. Nou, inmiddels is de plant verplaatst naar bovenop de kast. Het is iets makkelijker nu met het verhuizen. Dat je makkelijk alles in doos kan doen. Dan hebben we iets meer ruimte over. Maar we hebben de hele dag lekker ingepakt. We zijn nog even naar de karwei geweest. Maar daar hebben we helaas niet kunnen slagen voor hetgeen wat we nodig hadden. Dus dat was wel een beetje irritant. Maar daar hopen we van de week weer een herkansing voor te doen. Dus we zijn lekker klaar nu. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze weekvlog. Vergeet niet te abonneren en hopelijk tot volgende week. Doei doei!